Bij 8 invalswegen naar de gemeente Peel en Maas komt een bord te hangen met daarop de vermelding Aspergegemeente. Wethouder Paul Sanders overhandigde het eerste bord aan Matt Kersten, voorzitter van het Aspergegilde. Ja, we waren op zoek om de gemeente Peel en Maas nog meer op de kaart te zetten voor het product asperge. Toen dachten we eerst aan rotonde, om een rotonde te adopteren en om daar een bord op te zetten. Maar goed, dan heb je maar één rotonde op één plek. En toen kwam in de bestuursvergadering een suggestie van laat nou zoiets doen zoals op meerdere plekken gebeurt in Limburg. Kijk naar Rozendorp, Lottum. Ook een heel mooi voorbeeld van hoe dat je kunt aangeven aan de bezoeker van het Rozendorp. En zo kwamen wij op het idee om in de gemeente Peel en Maas een bord te maken van Aspergegemeente. Dus op zo'n manier de bezoeker en natuurlijk ook de inwoner van de gemeente Peel en Maas, maar zeker ook de bezoeker, te attenderen op hoe belangrijk dat we zijn op dat gebied. Wij zijn de Aspergegemeente van Nederland. We hebben het meeste arsenaal van alle gemeentes in Nederland. Dat is ook iets waar we trots op mogen zijn. Alle topchefs die halen hun asperges uit Peel en Maas. Dat is echt uniek. Er zijn zelfs aspergebedrijven die alleen maar aan toprestaurants leveren. En dat mogen we best uitdragen. Dus we zijn samen met de Aspergegilde in overleg gegaan om te kijken hoe kunnen we dat nou uitdragen. En hoe kunnen we die toeristen die straks naar Peel en Maas komen ook nog een beetje bekendmaken met de asperges. En de Aspergegilde zijn erover na gaan denken en die zijn met het idee gekomen voor deze borden. En daar was de gemeente gezegd van die omarmen we en daar willen we graag in helpen. Het is ook een promotie voor de gemeente dat we op dit gebied best wel een behoorlijke vinger in de pap hebben. En daarmee accentueer je ook het belang van de teelt voor deze regio en voor de telers hier in gemeente Peel en Maas. Ja. De gemeente Peel en Maas is de grootste aspergegemeente van Nederland. Volgende week worden de borden geplaatst.